Na een lange en zware strijd in de Royal. Is al begonnen. Vechtend voor de derde plek in het zware steekwintertoernooi van 2019. Etaan! En zijn zeer getalenteerde tegenstander Robert. Witte blauw. Wat is klaar? Recht. Was dat voor break. Jury. Dupleren door blauw op hoofd van rood. 2 punten blauw. 2 punten blauw. Punt rood. Het is klaar. Vecht. Break. Jury. Dat treft op onderarm door blauw op rood. 1 punt blauw. 1 punt blauw. Het is klaar. Vecht. Break. Jury. We zijn hier allemaal over eens dat iets gebeurd is. En we zijn het erover eens dat alle twee vechters wel een keer geraakt zijn. Dus we gaan nu heel even uit van een dubbel. Oeh, geen punten. Dubbel. Is klaar? Vecht! Eén punt blauw. Klaar. Vecht. Punt. Break. Jury. Waar heb jij aan gekomen? Ik dacht dat de hand was. Dus ik ga nu even zeggen, ongeldig treffer. Geen punt. Geen punt. Punt is klaar. Vecht. Twee punten rood. Recht klaar. Vecht. Punt. Break. Jury. Terwijl voor de onderarm van blauw doorloopt. 1 punt rood. 1 punt rood. Laatste instantie. Oké, ik vond het eigenlijk
eigenlijk ook een beetje met. Dus zullen we deze gewoon nog één keertje overdoen? Dit wordt het laatste, maak hem dit keer wel. Oké? Cool. Vecht is klaar. Vecht! Ja. Jullie steek op de borst van blauwe doorrood, 2 punten rood. Dat maakt de stand gelijk. Ik zei, dit is de laatste instantie. Dat klopt, het gevecht is daarmee nu officieel afgelopen. En we gaan naar sudden death. Dus het was ook de laatste instantie. Blauw, dat betekent dat de grootste deze gewonnen heeft in de sudden death.